Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. De Oost-Vlaamse graangenever is een Europees erkend erfgoedstreekproduct. Met het kwaliteitslabel Oost-Vlaanderen wordt gewaakt over drie vereisten. De genever moet minstens 35 graden zijn, in Oost-Vlaanderen gemaakt, en dat op basis van graanalcohol. Chantal Gijzen vertelt over die paradepaardjes. Chantal Gijzen, ik ben secretaris van de Ode Vlaander. Dat is een orde die 10 producenten uit Oost-Vlaanderen van graangenever groepeert. Maar volgend jaar, en dat is toch een primeur, komt er één bij. Namelijk de Zelzaatse genever. Dus dan zijn we met 11 en zijn we al 28 jaar actief rond de promotie van een uniek en echt erfgoedstreekproduct, de Oost-Vlaamse graangenever. En daar groeperen we ons rond het kwaliteitslabel Ode Vlaander. De werking is vooral consumentgericht. Vandaar dat we vandaag een jeneverfestival inrichten voor de 8e keer. Het wordt een beetje een traditie. Een gans weekend lang staan de 10 leden producenten hier zelf. Dat is toch wel een meerwaarde, want de consument komt rechtstreeks in contact met de producent, wat niet altijd mogelijk is. Dus hier verneem je het volledig verhaal van de stokerij, van hun product en ook van het breder verhaal zijnde de genever die hier al heel lang ingeburgerd is en een echt streekproduct is. En ik kan bewijzen dat dat waar is, want het is een Europees erkend streekproduct. Als Ode Vlaander genever moet er voldoen worden aan 3 eisen en we zijn daar streng in. 1. Het moet minstens 35 graden zijn, in Oost-Vlaanderen gemaakt en op basis van graanalcohol. En dat laatste criterium, dat laten we analyseren aan de hand van een staal dat we sturen naar een labo in Frankrijk. Waarom in Frankrijk? Omdat in België dit soort analyses niet kan. Wij krijgen dan een certificaat waarin zwart op wit bewezen wordt dat de graanalcohol wel degelijk uit granen en niets anders is vervaardigd. En dan kan een lid toetreden en 1 genever uit zijn gamma aanduiden als Ode Vlaander. Het is dus geen merk, het is een kwaliteitslabel. Het is soms een beetje moeilijk om aan de mensen te laten begrijpen dat elk stokerij 1 of 2 genevers aanduidt als zijnde in feite hun paradepaardje, die dan ook natuurlijk aan de eisen voldoet en dat is dan de Ode Vlaander. Een voorbeeld, stokerij Bruggeman uit Gent, eigenlijk een groot bedrijf, heeft 1 genever aangeduid, namelijk de Peterman Platinum en dat is echt wel hun paradepaardje. Genever is een product dat hier eigenlijk vooral in de landbouw ontstaan is. En daar is het voorbeeld Balehem eigenlijk nog het beste te herkennen. Daar gaat men van korrel tot borrel. Namelijk het graan van de boer wordt geoogst, het wordt gestookt en de spoeling gaat naar de dieren en zo is de kringloop rond. Maar ondertussen zijn er in eind 19e eeuw heel veel industriële stokerijen ontstaan die veel meer konden maken en in grotere hoeveelheden. En op die manier zijn die landbouwstokerijen een beetje uit roulatie. Dan zijn er nog de Eerste Wereldoorlog gekomen, accijnzen, wetten op het verbod van alcohol. En vandaar dat er nu nog in Oost-Vlaanderen een 15-tal stokerijen actief zijn, waarvan dus 11 zullen lid zijn van Ode Vlaander. En in Hasselt waren er heel veel, is dat even verminderd, maar ondertussen komen er daar ook opnieuw bij. Dus het is een verhaal van ja, terug op waardering en herkenning van door de mensen van het erfgoed. Genever heeft zo'n beetje het oudbollige imago, wat eigenlijk heel jammer is, want het kan perfect naast een whisky of een gin staan. Weet dat gin eigenlijk een afgeleide is van genever en maar ontstaan is daarna. Genever moet eigenlijk terug zijn plaats winnen en tonen dat het een volwaardig kwalitatief product is. En dat daar ook cocktails kunnen mee gemaakt worden, want de jeugd wil tegenwoordig eigenlijk meer mixen, samenstelling van producten. En daarom wordt daarop ingespeeld door de producenten. Maar wat met een gin kan, kan perfect met een genever en zo niet beter. Genever wordt in de eerste plaats als digestief, zo na de maaltijd gedronken of bij een koffie.
dat blijft wel een graanjenever. We associëren het ook met een druppelkot, kerstmarkten, dat is de ideale periode. Het nadeel is een beetje de hooggradigheid. En daardoor is het wel zo dat men het gaat gaan mixen om niet die shots te hebben. Maar ik zie ook bij de jeugd dat er toch terug gegaan wordt naar pure alcohol in kleine glaasjes zo. En dan kan een rum of een vodka beter vervangen worden door een jenever. En daar proberen we echt op in te spelen, ook bij de jeugd. We hebben een kapittel gehad waar we ook jonge mensen geïntroniseerd hebben. Bijvoorbeeld de nachtburgemeester hier, het Monkokuit. En die heeft dat ook mooi verwoord. Ja, zegt hij, wij kunnen perfect onze shotjes met jenever doen. En waarom niet? Dat is van hier. En we moeten fier zijn op wat van hier is.